Ja, zoals jullie weten was de koning jarig. Koning Willem-Alexander van Oranje. Maar ik ben achter een leuk feitje gekomen. Nou, we kennen allemaal zijn moeder, koningin Beatrix. Maar wie was zijn vader? Zijn vader was Klaus George Willem Otto Frederik Geert Prins der Nederlanden. Klaus van Amsberg. Die man is Duits. Zijn vader is dus Duits. Hij is dus half Duits. Maar het wordt nog erger. Zijn opa, dus de vader van Beatrix... Bernhard van Lippe-Batterstveld. Is ook een Duitser. Dat betekent dat Willem... drie kwart Duits is. En maar kwart Nederlands. En met wie is Willem getrouwd? Maxima Soriguita. Een Argentijn. Dat betekent dus dat die kinderen half Argentijn zijn. 37,5% Duits. En maar 12,5% Nederlands. Het zijn gewoon allochtonen, sabe.